maken, want hij is bijna klaar. Wie is hij? Adrian Costera. Adriaan, zo wie we hem noemen. En wat betekent Streva Adriana? Streva, streef dingen, hè? Ja. Streef. Hij is een ultra triatleet. En zal nu in een 5 keer wereldkampioenschap triathlon meedoen. Dus 5 triathlons achter elkaar. Dus 20 kilometer zwemmen, 900 fietsen en dan 211 rennen. Dat zijn 5 triathlons in één. Er waren wereldkampioenschap van nou, maar ja, tot de corona is dat niet doorgegaan. En er is niet kunnen zwemmen. En toen heeft hij gedacht, dan doe ik dat met mijn eigen begeleidingsteam, kon ik dat doen. En hij heeft dus nou zaterdag om 10 uur begonnen met 60 kilometer rennen, in plaats van 20 zwemmen. Hij heeft 900 gefietst en nu is hij bezig aan de laatste kilometers van de 211 en kilometer rennen. 211 kilometer. Hij moest een half uur geleden er nog 13. Dus hij is nu een rondje heen maken door het bos, want hij rende eigenlijk heen, maar er werd te veel zon. Hij is naar het bos, 8 kilometer, hij zal met een half uur misschien terug zien. Dan moet er dan nog 4 en dan is hij kloor. Dus hij is zaterdag morgen om 10 uur begonnen en hij is nu met een uur, anderhalf uur is hij kloor. Wie ouder is de goeie man? 34. 34? En dat is een ontzettend goeie, leuke sporter. Ja, echt super. Ja, echt. Heel bijzonder. En dit is zijn begeleidingsteam. Allemaal mensen die met hem, het heeft een paar keer meegerend. Oh, kuuk! Mensen die met hem mee fietsen. Nou zien er ook eens nooit alleen. Hij is altijd een fietser bezig of mensen die met hem rennen. Van Venlo uit sporters zien komen rennen. Dus hij heeft heel veel begeleiding gehad van mensen maar, die met hem heen. Waarom heen in Aarsen? Want volgens mij is hij geen Nederlander. Nee, hij is een Pool. Ja. En hij woont in Grubbevoors. Ja. Maar sporters onderling kennen zich. Iedereen kent zich. En spreekt zich rond. En vooral met triatleten, dat is dat ook een wereldje waar iedereen elkaar wel kent. Ja, het is niet zo'n heel groot wereldje. Jawel, het wordt wel steeds groter. Het wordt wel een heel grote sportwereld. En dat is een hele... Maar hij is in staat geweest om een hele grote Poolse rencommunity om zich hier te Maar is hij in Polen een bekende Pool? Nou, dat weet ik niet. Dat weet ze niet. Dat weet ik niet, maar ik heb even vragen. Ja, want zijn vaste begeleider, die werkt hier in Hotel Voorland, is nou even wat terugbrengen, die komt zo. Die is al die dag bij hem geweest. Die heeft gewoon een paar jongens, 3-4 jongens, die de ganze tijd bij hem zijn geweest. En hoe is zij hier terechtgekomen dan, in Grubbevoors? Geen idee. Ik ben zwemtrainer, hij traint bij mij. Maar dat soort vragen weet ik niet, geen idee. Maar dan wist ik Maud. Ja. Ja, heel toevallig. Ja, Maud. Zwemmen bij Maud. Ja. Ik train triatleten, dus zodoende heb ik hem leren kennen. En, Dus ik ken ze ook wel iedereen in het wereldje? Nou ja, ik ben Grubbevoors en Venlo, ja, verder. Oh. Nee, maar goed, ja. Ja. Dus vandaag. Want ik ben hier nog gekomen voor de finish. Ik heb niet mee gerend of gefietst, dat ken ik niet. Hij zou eigenlijk dus 60 kilometer niet moeten rennen, maar moeten zwemmen. Maar dik bis eigenlijk omziene zwemcoach? Ja, hij heeft zichzelf een stuk zwemmen geleerd, maar de laatste maanden is hij bij mij terechtgekomen om dat te perfectioneren. Maar ja, helaas, we hebben niet meer kunnen trainen. Nee. En in maart werd het boetewater te koud. Dus dat is dan ook niet gezond. Hè? Dus hij heeft van die 20 kilometer fietsen of zwemmen 60 kilometer rennen gemaakt. En hij heeft zichzelf het zwemmen aangeleerd, zegt hij? Ja, maar dan op een gegeven moment dan huren ze dat ik triatleten train. En dan komen ze bij mij en dan perfectioneren we het. Hè? Goed gerekend bij zwemmen, zeker als ze het in een duursport zoals triathlon, dan is... Mm. Techniek is essentieel, hè? Ja, de meeste kunnen fietsen en rennen, dat kan iedereen wel, maar zwemmen is voor heel veel mensen wel een ding. Ja, dat is toch wel technisch heel moeilijk. En dan kan ze er niks zien, als ze dat leuk vindt. En het kan op alle niveaus. Schoolslag, basketbal kan op alle niveaus. Iedereen kan het leren en er plezier in krijgen. En vooral het open water zwemmen, dat is fantastisch. Martin? Wie is dat? Dat is Martin. Oh, hallo. Hallo. Marten, jij bent de vaste begeleider geweest, dus jij weet veel meer te vertellen. Ja, maar ik kan niet zo goed Nederlands praten. Jawel, jij kan heel goed Nederlands praten, jawel. Ja, ik heb nooit zo gestaan. Nee, snap ik. Maar ik ook niet, maar dat gaat vanzelf.
Martin, ja. Wij zijn van de Limburgse televisie. Ja. Jij bent de vaste begeleider van Adriaan. Ja, wij zijn met drie. Met drie? Met drie, ja. Die twee zijn nu met Adriaan lopen. Oh, dus hij is niet alleen? Nee, nee. Nooit alleen geweest, dus de hele tijd met twee gestaan. Dus, En jij woont en werkt hier? Ja, ja, ik werk hier aan achter in het hotel van de Kia, ja. Oké, wat doe je voor werk in het hotel? Bediening. De bediening? Ja. Doe je dat al lang? Zeker meer dan 14, 15 jaar. Echt waar? Ja. Dus, jij bent al 14, 15 jaar hier? Ja. Oh, dan hoor je een beetje bij het meubilair, ja, denk dat ik, klopt. Of niet? Ja. Hey, maar hij komt dadelijk deze kant op. Ja, hier. Dat klopt. Ja. Wat is het voor een... Is het een goede vriend van jou? Ja, ja. Die is een goede vriend van mij. Die komt straks... Die wil uit die zon. Wij hebben hier een rondje gedaan voor 2,1 kilometer. Maar hij is nu te vroeg zon gegaan. Dus we hebben een andere route gedaan. 1 voor 8 kilometer. Die gaat hier rechtdoor en langs bij die pannenkoekhuis naar boven. Ja. Die gaat 4 kilometer rechtdoor. Komt die terug, dan zit er minder zon. Komt die hier, misschien iets eten drinken en dan gaan die laatste stukje nog hier lopen. En, laatste... waarom is de zon zo... Ja, het is te veel warm, benauwd, daar is zo veel de afstand. Ik merk zelf toen ik in de rig heb eigenlijk last, net als marathon. Als je loopt een marathon bij 30 komt zon, dan is het te warm. Maar want als ik het 60 kilometer... Het zou eigenlijk zwemmen zijn, hè? Ja, maar nee. 60 kilometer hardlopen geworden. Ja, klopt. 900 kilometer fietsen. Ja. En dan nog eens 211 kilometer. Ja. Dus dat zijn eigenlijk, dat is eigenlijk een soort van 5 triathlons achter elkaar. Ja, 5 afstand voor Ironman. Die eerste 60 kilometer hebben we hier een rondje gedaan voor 10,3 kilometer. Dus wij gaan naar Aarsen, 2 rondjes bij Kasteelten en komen we terug. Dat zijn rondjes voor 10,3 kilometer. Dan hebben we een route voor... Fietsen. We fietsen naar Lom, omdraaien bij tankstation, komen we hier langs naar BP, in de Wel, tankstation. Omdraaien, ja, en komen we hier terug. Dat is een rondje rond 30 kilometer. Maar s'nachts is hier heel hard wind. We gaan bij Adriaan is even kijken, 4 uur, om zaterdag rond 4 uur met de fiets begonnen. En dat is heel, heel veel wind de hele dag en dan die takken allemaal op de weg vallen. Dus hebben we een route aangepast naar deze kant. En jullie zijn een soort van... Dit zijn allemaal ook vrienden onderling? Ja, vrienden. We hebben hier in Nederland zo'n groep. Die groep wordt Poolse lopers in Nederland. Poolse sporters in Nederland? Ja, lopers. In lopers? Nederland. Ja. En ja, maar dat zijn ook triatleten. Dat zijn ook veel meer mensen ook. En dan komt iedereen natuurlijk helpen. Een stukje fietsen, wandelen. We hebben ook een beetje problemen gehad met fietser. Want niet iedereen kan, niet veel mensen kan 900 kilometer fietsen. Dus wij moeten iemand zoeken wat kan met Adriaan die 900 kilometer doorgaan. Hè. En dat gaat niet met 2-3 maanden, maar moet dat wel mee. Maar hebben jullie genoeg mensen gevonden? Ja, we hebben mensen. Ik heb zelf s'nachts best veel mensen geappt. Zijn die s'nachts komen hier om te fietsen. Die wil eigenlijk zeg maar zondag vroeg overdag fietsen. Maar ja. Beetje speciaal voor Adriaan kwam ze dan s'nachts. Precies, ja. Jullie zijn echt wel een beetje gek dan, toch? Ja, of ja, niet? Ja, wij niet, maar Adriaan wel, ja. Wij doen gewoon alleen eten, drankjes. En wat Adriaan zin hebt, dan hebben we altijd een melding voor 500 meter voor wat die zin voor eten. Dan hebben wij in de keuken, bij mijn huis, zeg maar, alles klaarzetten. Iedereen wat hier komt, brengt die dus altijd... Dus jij mag gebruik maken van de keuken? Van mijn huis. Van je huis? Ja. Ja, we hebben altijd hier... iedereen wat hier komt, altijd neemt die Poolse vrouwen hier. Altijd fly en koekjes en tomatensoep gekocht. En dan moet je wel heel veel sporten om dat allemaal af te krijgen natuurlijk. Ja, hebben we je hele keuken helemaal vol. En Adriaan, als ik heb zin voor soep of die heb zin voor pierogi of die fly en watermelon en alles. Maar is dat nou zo dat jullie... He, want Maud vertelde net van door de corona ging die ultratriathlon niet door. Klopt. Houden jullie elkaar dan ook een beetje nu in deze moeilijke tijd met dit soort van uitdagingen een beetje, hoe zou ik dat zeggen, gemotiveerd? Ja, eigenlijk die triathlon wat Adriaan wil doen, die is niet doorgegaan. Die is verplaatst naar een andere tijd.
Die gaan over volgens mij 3 maanden door in Frankrijk. Dus gaan die nog een keer doen. Okay. Maar wel met zwemmen. En, ga jij dan mee? Nee, helaas niet. Niet? Ik heb andere, ja, ik heb die tijd andere wedstrijden, andere marathon heb ik. Maar als die niet doorgaan, dan ga ik zeker naartoe. Vind ik wel leuk. En wat is, jij bent marathonloper? Ja, ook triathlon. Ook triathlon? Ja, maar niet zo'n normale afstand, zeg maar. Normale afstand? Ja, dus halve Ironman of, ja. Oké, een halve Ironman. Ja, maar niet 70.3, zeg maar. Train jij ook bij Maud? Nee, nog niet. Nog niet. Bijna. 3 dagen voor. We hebben elkaar zaterdag pas leren kennen. Oké. Okay. Ja. Ik ben naar Barcelona gegaan. Eigenlijk wil ik zwemmen, maar is niet doorgegaan door... Ja, door die coronavirus. Dus, waarom wilde hij in Barcelona gaan zwemmen? Was daar een wedstrijd? Ik heb marathon. Al marathon? En die is niet doorgegaan. Dus ja. Oké. Okay. Want volgens mij zijn dat... Want zij is ook een atleet? Voor... Ja, dat is heel goed. Dat is echt... Zij is heel goed? Ja, die beste. Ik kan anders zeggen dat die meisje... Die, die is snelste vrouw in de New York Marathon. Snelste Poolse vrouw in New York Marathon. Die heeft marathon gelopen in 2 uur 54. Dus goed op ander in 3 uur. Was dat met of zonder kinderwagen? Die was dat is boeskipje best boeskipje. Zonder. Ja. Zonder. Actueel eerste marathon to był? 57? Nie mam pojęcia. 2017. Dobra, a jeszcze miałaś taki czas, że byłaś rok po ciąży? Chicago. Do 57. Nog een marathon heb je gelopen in Chicago. Ook eerste Poolse vrouw in 2 uur 57 minuten. Dus wat jullie zelf zien, we hebben geld voor alle kanten. Voor goede hardlopers, voor goede eten, voor lopen, zwemmen, voor iedereen voor alle kanten helpen. Nou was ik was vandaag ergens bij iemand die had altijd een boerenbedrijf gehad, een boerderij. En asperges. Ja. En die had ook vaak veel Poolse mensen in dienst gehad. Ja. En die zei, die begonnen 's morgens om 5:30 en die werkte door tot 6 uur, asperges steken. En dan hadden ze een half uurtje pauze. Dus ik denk dat veel Limburgers, onze kijkers dat ook wel weten, dat Poolse mensen enorm hard kunnen werken. Maar ze hebben kennelijk dan nog energie over om ook nog te gaan sporten. Nou, ik zeg als Adrian die duathlon doet en die kan 30 minuten slapen, dan is hij zeker blij. Want die maximaal wat is die geslapen is 15 minuten. Dus die 30 minuten in de asperges is wel luxe. Ja, dat is een bed voor de hele dag. Dat heb je wel goed aan.